We hebben eerst bedacht om de ringvaart te roeien. Daar moest je al in januari voor aanmelden. En we hebben erg ons best gedaan om een team, een ploeg van 8 bij elkaar te krijgen. Nou, dat doen we mede voor een goed doel. Namelijk het Prinses Beatrix Vierfonds. Dit jaar is Lustrum van onze studentenvereniging. En daar zit één goed doel aan verbonden en dat is het Prinses Beatrix Vierfonds. Dus het leek ons wel leuk om deze sportieve prestatie eigenlijk dan te koppelen aan een goed doel en op die manier geld binnen te halen. Wat me vorig jaar toch opviel is dat de eerste 40 kilometer heel makkelijk gingen. Dan weet je hoe ver het is, dan zit die motivatie erachter en dan wil je doorknallen. Dus op een gegeven moment waren wij de eerste stop waar wij stopten dan. Aangekomen op de 42 kilometer. En toen ging het allemaal wel lekker. Toen hadden we ook een goede tijd neergezet. En daarna merkte ik wel dat het inzakte, wordt koeler. De techniek verslapt een beetje, omdat je allemaal een stuk meer moe bent. En het is toen allemaal wat zwaarder geworden. Zeker niet de laatste kilometer, vanaf de laatste paar kilometer vanaf Leidschendam, de laatste 12. Die ging heel lekker. Maar daarvoor, dan weet je nog, ik moet hierna nog doorzetten. En dat maakt het mentaal vooral heel zwaar. Ik denk dat de ringvaart vooral mentaal het zwaarst is. Ze gaan elke keer volle bak in, ze zijn eigenlijk nooit te laat, wat ook best wel mooi is. Ze hebben er plezier in en ze doen het ook nog eens voor een goed doel. Ik ga Fysiek is het denk ik ja, ook zwaar natuurlijk, dat spreekt voor zich, maar je hebt toch wel door dat mentaal het zwaarste is, gewoon omdat je weet wat je nog moet gaan presteren terwijl je bezig bent met die 100 kilometer. Maar toch, juist doordat je met z'n acht in die boot zit, trek je elkaar gewoon doorheen. En dat is het echte gaaf aan de ringvaart. Ja, sommigen doen het ook alleen, maar juist dat zware mentale gedeelte, daarbij kun je heel veel steun op elkaar. Dat is gewoon ontzettend gaaf. Ja. Absoluut. Ik denk op de laatste trokken nog een flinke eindsprint ook. Ja. Dus, dat zat er ook gewoon nog in. Ja. Ik denk dat we ook gewoon als vrienden een stuk hechter zijn geworden. Gewoon omdat je zoiets hebt meegemaakt met elkaar en er samen voor bent gegaan. Dus ik denk dat dat wel heel mooi gaat worden. Ook dit jaar weer. Ik weet niet of het. Ja, voor mij wordt het de eerste keer dat ik de ringvaart ga roeien. En ik verwacht wel dat het heel zwaar gaat worden. Maar dat we met z'n acht wel het resultaat kunnen bereiken. En ik wil natuurlijk ook voor het liefst gewoon het record van vorig jaar verbreken. Dus dat we daar overheen gaan. En ik ga ervoor.